Ja, hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2017, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag, dames en heren, gaan wij rijden met deze BR-146 Repaint van, Wir Locken auf Schloss Weckebarth. Nou ja, heel leuk allemaal. We staan hier momenteel in Keulen en we openen momenteel even onze deuren hier. Zo, dat doen we al even direct natuurlijk. En dan gaan we even in de cabine waar het een stukje meer laggy is. Maar dat maakt niet uit, want we gaan zo meteen lekker toch uit dit Keulen wegrijden. We zetten even de PZB aan. Ja, het zoekbeïnvloedzong in je spoel. En LZB doen we aan. En het leukje instrumentenlicht doen we ook aan. Dat vind ik heel belangrijk, instrumentenlicht namelijk. De frontseinen doen we ook even netjes aan. En dan staan we eigenlijk al gereed voor vertrek. Ik heb de wagons heb ik even gemodificeerd. Want ik vond dat de wagons die erachter zaten, vond ik niet mooi. Dus die heb ik even gemodificeerd. En het zijn nu een paar IC-rijtuigen geworden. Die achterkant, die kan natuurlijk niet. Maar ik vond hem gewoon grappig. Dus ik doe het gewoon. Hier staat nog een andere rekenaarzoek te wachten voordat hij mag vertrekken. Bitter, die vertrekt al. Doei! Nou ja. Je moet wel bevestigen, vriend, anders krijg je zwamsbremsung. Maar wij gaan vandaag stoppen in Keulen West, Keulen Zuid, Huskalschuren, Brühl, Ruisdorf en Bonn. En het scenario gaat eigenlijk verder dan Bonn. Maar ik heb besloten dat gewoon eigenlijk niet verder te doen. Waarom niet? Anders duurt hij veel te lang. Snabby. Dus wij staan momenteel hier te wachten, klaar voor vertrek. Wat we nog wel afvragen, nu wij de BR-146 van Virtual Railroads hebben, of daar nog een Nederlandse Trax repaint van wordt gemaakt. Kan natuurlijk zomaar, wie weet. Maar daar moet natuurlijk wel iemand van zijn die dan of weg kan gaan met repaints en dat soort dingen. Ik heb even voor de zekerheid, Voor de zekerheid heb ik even mijn raildriver uitgezet. Ik heb even de tip van Rupke overgenomen om dat vooral niet te doen. Want die stoort namelijk met ongeveer alles wat met virtual rails te maken heeft. Dus dat doen we gewoon niet. Daar gaan we het er gewoon even lekker mee doen. Wij mogen zometeen ook vertrekken. Er komt nog een IC aan de linkerkant. Komt naar binnen gereden. Altijd mooi. En ja, en zoals ik al zei, ik heb alleen even de wagon aangepast in het scenario, want anders vond ik het gewoon net iets, Goed, wij kunnen zometeen vertrekken in de richting van Keulen West, even uit mijn hoofd. Wij mogen al vertrekken, even de deuren dicht doen. Remmen we er vanaf. Oké, de deuren zijn gesloten. Ik zeg, geef ons maximale power. En aanmaken dat wij in... dat wij in Keulen-West komen. Kijk, het enige wat ik nog niet snap... Kijk eens hoe wij deze weg afleggen. Moet je voor de grap eens kijken hoe wij dit afleggen. Kan ik dat al zien? Center player. Wij zijn hier, ja? Wij gaan om hier te komen in plaats van dat we gewoon rechtdoor gaan. Nee, we gaan eerst hier naartoe, dan daar naartoe en dan weer daar naartoe. Oké, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het de meest rare omweg die ik ooit gezien heb. Maar we moeten het er maar weer doen. Nou, we mogen momenteel niet harder rijden dan 45 km per uur. Gezien wij ook die snelheid hebben opgekregen en omdat we in monitoring zitten nog. Morgen zometeen 70, dus ik zal hem zo weer vrijdag uit de PCB, tenzij hij dat ook zelf doet. Nou, 70 stukjes zijn we ingegaan. Morgen nog geen... PCB heeft zich nog niet bevrijd. Nu wel, PCB heeft zich automatisch zelf bevrijd. Prima, dan kunnen wij onze snelheid opvoeren naar 70. Hier altijd even een dipje. Ik weet niet waarom, maar voor de brug heb ik altijd even last van een dipje. Een paar frames die droppen. Nou ja, care.
Zodra Bonn is uitgeladen, hebben we sowieso wat meer frames te pakken, denk ik. Vanmorgen was 80, zo gaat het beginnen. Is natuurlijk hartstikke mooi in de buurt van Keulen. Altijd mooi uitzicht, alles perfect. Zometeen even optrekken naar 90. Zo. Nou, ik kan niet altijd lang trouwens 90 rijden, gezien wij zometeen op een, ja, voor een rood sein stuiten schijnbaar. Taxi er vanaf halen. Vast een beetje remmen. Oeh, net op tijd. Ik druk de hele tijd op end. Dat is vrijgeven. Dat is ook niet bevelen. Oeps. Maar goed dat ik er net op tijd door had, anders had ik een dik probleem gehad. Goed, dames en heren, welkom op station Keulen West. Ik zal afremmen. Zo, hartstikke mooi. En dan openen wij netjes even onze deuren hier. Hartstikke mooi. Nou, gaan we nog even van buiten kijken natuurlijk. Altijd eventjes van buiten kijken. Zie je ook de mooie, mooie grote toren zie je daar in de verte. Hartstikke mooi natuurlijk, hartstikke mooi. En nou gaan we natuurlijk wel even een drive-by doen, dat kan natuurlijk niet. Wel trouwens heel erg opvallend is, als ik deze kant op kijk, 50 frames en dan kijk ik naar mijn mooie trein en 30. Dus ik weet niet of het aan een repaint ligt of waar het precies aan ligt, maar ik krijg flinke frame drop met die Virtual Railroad treinen. Maar goed. Even de deuren dicht doen. Ja, deuren gaan nu dicht. Nou, dat piept ding een paar keer nog. Als het goed is, kunnen we dan nou gewoon direct vertrekken. Niet? Wel. We kunnen vertrekken. Oké, mooi. Trouwens, niet harder dan 40. Want ik kan me herinneren dat we nog in restrictive monitoring zitten. Ik trek even op tot 40. Gezien we nog in monitoring status staan. Zo. We gaan bevrijden. En dan kunnen we verder. Goed, en dan gaan wij nu op weg naar station Keulen-Zuid. En na station Keulen-Zuid kunnen we wat sneller rijden, dan mogen we naar 160 heen. Wat overigens de maximale snelheid is die je met PSV mag rijden. Nou, we hebben ook wel te maken met een rood sein. Zo snel mogelijk afremmen dan. Nou, nu echt flink afremmen, gezien we nu echt in 500 hertz komen te staan. En dat is mooi zuur als je een... als je nou weer groen voor je hebt staan, want dat betekent dat wij nu maar mogen opdrukken tot 25 km per uur. Tot na de order. Mooi zuur dit. Zo.
Nou, we zijn al te laat bij de eerste. Het is een heel erg krap scenario dit. En ik mag me optrekken tot 20 nu, dus... Eigenlijk 25, maar nog ietsje krap. Deur weer dicht doen. En gesloten, mooi. Optrekken dan maar. Tot maximaal 20 km per uur helaas. Nou, dit is de snelheid die we nu eventjes mogen rijden. Het is helaas niet meer. Totdat wij bevrijd worden uit 50. Dan mogen we optrekken naar 40 als het goed is. Of als we bevrijd zijn uit het rode 500. Dan mogen we even wat verder door. Dan mogen we naar 45. Bij deze. Of het was 60, ik weet niet meer zeker eigenlijk. Nou, nu mogen we bevrijden. Zet ik weer op 80. En dan kunnen we zometeen het hele stuur knuppel opengooien, want dan mogen we gewoon dik 160 rijden. Het is ook altijd vet, vooral met zo'n trein natuurlijk. Nou, eventjes wachten. En gooi die gaskraan maar open. Het ding trekt bijzonder snel op. Ik hoop trouwens dat we geen last hebben van andere treinen nu. Ik vraag me trouwens af of de trax ook zoveel lawaai geeft eigenlijk als je erin zit. Zal onwaarschijnlijk wel zijn. We kunnen nog even in de cabine zitten. Rijden we lekker achteruit. Als je er niet ziek van wordt. Maar ik bedoel, met deze snelheden rijden is sowieso hartstikke leuk natuurlijk. Ik bedoel, iedereen wil natuurlijk wel eens lekker scheuren met een trax. Wie niet? Oeh. Ik mag alvast gaan remmen. Want ik zie dat we daar al dubbel geel hebben namelijk. En dat is levensgevaarlijk met deze snelheid, want je moet alsnog binnen die 23 seconden natuurlijk afgeremd zijn naar 85 km per uur. Dus ik rem nu alvast even. Zo, dit gaat allemaal prima. Nou. Zoek bij Verzon. Na 85 km per uur. Al voor mij is het wel iets meer trouwens, want we krijgen straks natuurlijk te maken weer met zo'n 500 hertz stukje. Nou, 65 zijn we voorbij in ieder geval. Alleen mag die magneet natuurlijk niet met 45 plus passeren. Ik zie ook niet zo even snel waar die magneet ligt nu, maar... Aan de andere kant kun je denken van, als die magneet er niet ligt, dan kun je natuurlijk ook niet een noodremming krijgen. Ja, tenzij dat ding overslaat, maar...
Kijk, en nu gaat hij weer op groen. Volgens mij zitten wij gewoon vlak achter een andere stoptrein of zoiets dergelijks. Goed, dames en heren, we zijn in Karlsruhe. Karlsruhe, wat zeg ik nou weer? Karlsruhren zijn we. Want wij zijn hier. En kijk, zie je voor ons rijdt dus nog wat AI-verkeer. Leuk is dat. Zoekbeeinflussing. Nou, kunnen we het even meteen weer flink optrekken in ieder geval. Nou, ik vergrendel de deurtjes weer even. Mooi, niemand is er tussen komen te zitten. Goed, dan gaan we nu op weg naar Brühl. En dan naar Reusdorf en dan naar Bonn. Ik weet trouwens ook niet waarom we in Karlsruhe zijn, maar het lijkt wel een beetje op Karlsruhe waar we net waren, maar het heet ook compleet anders. Maar altijd nog respect voor hoeveel die trein optrekt, dat is gewoon niet normaal. Want die trein trekt namelijk knetersnel op. In ieder geval zo min mogelijk naar die rietpint kijken als ik geen frame loss wil hebben. Verder een hele mooie rietpint hoor, echt niks mis mee. Is ook weer dubbelgeel? Is ook weer dubbelgeel, darn it. Het is gewoon levensgevaarlijk het dubbelgeel. Of niet het dubbelgeel, volgens mij is het een snelheidsverlaging. Dus ik begin al gewoon vast met remmen, anders krijg je een geheide noodrem tegen je hassers aan. Zoek bij een vlussel. Zo. Dit kunnen we prima uithouden zo met 80. Want de snelheidsbeperking geldt namelijk volgens mij pas bij het sein. Oh, toch niet, grapje, we hebben hier een wissel liggen. Nou, ze is netje met 60, nog helemaal niks op aan te merken eigenlijk. Zet ik de cruise control ook eventjes op 60. Deuren, hallo. Deur. Nee, dat niet, hè. De deuren weigeren functie. Störung. Waarom? Oh ja, omdat de deuren voor mij natuurlijk wel open zijn. Kan ik nou gewoon direct wegrijden? Schijnbaar. Ik zal even een beetje verder proberen te staan. Ja, hoe kom je te laat in Trace Simulator? Zo. Maar ik wil het station nog niet overslaan, snap je?
Dus ik ga nog even één poging doen. Kijk, nou doet hij het wel. Dus, ik ben nog zo aardig om de mensen even uit te laten stappen, gezien deze storing. Nou, we zijn wel één keer op tijd gekomen. Nee, twee keer. Ja, maar dat is Keulen, dat is vertrektijd, dat helpt niet eens. Het is wel echt een scenario waar het lekker een beetje krap is. Nou, even remmen er vanaf doen. Fijn dat het ding in ieder geval meteen tractie wil geven. Goed, dames en heren, we gaan nu op weg naar Roisdorf. Waar we hopelijk wel op tijd aankomen. ...160. Kom voor de bakker. Even terug naar de cabine. Daarom vind ik ook echt heel erg jammer dat de trein in Nederland zo snel mogen rijden. Ik had het zo vet gevonden als treinen in Nederland gewoon ook met 160 of wel lekker voorbij konden knallen. Maar ja, dat zie je helaas zo snel hier niet gebeuren. Ik was al bang, want dat had ik er veel te laat gezien namelijk. Zoals ik al zei, er ligt natuurlijk geen PZ, of er ligt geen LZB op deze lijn. LZB is pas van toepassing op het moment dat snelheden hoger dan 160 km per uur gaan. Betekent niet dat er geen LZB-lijnen liggen waar zachter wordt gereden dan 160, dat is absoluut niet waar. Er kan ook wel LZB liggen, bijvoorbeeld bij München-Augsburg ligt ook wel LZB. En daar mag je 100 of zoiets dergelijks, dacht ik. Dus het hoeft niet per se te betekenen dat je... dat er alleen maar LZB ligt op tracks die harder zijn dan 160. Ik zeg alleen dat de maximale snelheid van PZB is 160 km per uur. Als je met PZB harder gaat dan 160 km per uur, dan zegt PZB van rem jij eens even af vriend. Ik ga veel te snel. Ik zie trouwens station Roisdorf zeker in de buurt komen, dus even de tractie loslaten.
we moeten dit stad redden, dacht ik. En hoe willen we dat stad redden? Openen wij hier even onze deuren. En dat werkt ook nog. Hartstikke mooi. Oh, het klaart al een beetje op volgens mij, of niet? Dus ik heb het gevoel dat het een klein beetje opklaart als ik in de lucht kijk. Het is in ieder geval niet al meer zo donker als dat het was. Nou, kunnen ze hier naar binnen heen. Je fietsencompartiment natuurlijk. Hier kunnen mensen zitten. Daar zitten ook mensen. Wat we trouwens ook wel even kunnen doen is hier binnen gaan staan. Zo. Binnen. Kunnen we kijken hoe de deuren dicht gaan. Mensen denken van wat boeit mij dat. Maar er zijn mensen die dat echt leuk vinden. Nou, deur is dicht. En nu kunnen wij als een wiedewega kunnen wij doorgaan naar station Bonn. Ja, tuut. Ik snap niet wat ze elke keer met die tuut wil eigenlijk. Ik ben trouwens helemaal vergeten om deze even op nachtmodus te zetten. Want ik vind nachtmodus namelijk veel fijner om naar te kijken. Er waren ook nog trouwens een paar mensen die elke keer vragen hoe ik aan deze mooie zwarte hut kom, hier onderin. Dat is natuurlijk gewoon te downloaden op onze, ja, op de rail-sim.de site. Oh, laat me het trasje los denk ik, want volgens mij krijgen wij zo'n sein met een snelheidsbeperking. Volgens mij is die 100% voor ons. Even kijken welke snelheidsbeperking ons opgelegd wordt. Wat staat daar? Niks. Moet ik nou wel of niet remmen? Heel erg bijzonder, volgens mij had dat zijn geen magneet erbij liggen ofzo. Zoek beïnvloedsel. Nou, oké. Laat dan even voor zorgen dat we 60 bij het volgende zijn rijden. Zo. Die ook al niet. Zo, we redden in ieder geval 60 nu. Ja, dan hier moeten we hopelijk wel bevestigen. Zoek beïnvloedsel. Hier wel. Maar hier nog gewoon echt 130 gemogen, maar het zal nog wel waar zijn, denk ik. Ik denk niet dat je zo zijn door mag rijden met, ja, met de snelheid die er stond. Gaan we nog niet eens op een zijspoortje? Jawel toch? Naar de overkant? Ook niet? Nou, blijf op bron 2. Goed, dames en heren, dan is station
dan is station Bonn is ons eindpunt. Ik hoop dat jullie natuurlijk hebben genoten van deze episode, ik wel. Als jullie dat ook hebben, dan kun je mij een blauw duimpje omhoog geven als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou je graag meer van mijn episodes willen zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. En dan kun je door een afspeellijst in gaan voor Train Simulator. Daar staat voor alles in. En dan zie ik jullie uiteraard terug in de volgende episode. Dus dames en heren, nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.